En meer dan 2 jaar na zijn, zeg maar, aantreden als koning, werd het dan eigenlijk ook wel tijd, vonden wij als historische verzameling, om de Nationale Zaal te sieren met het portret van de koning. Nee, het gaat goed, het gaat goed. Heel lang vroeg. Heel langzaam. Dank. Hoe het ontstaan is. Ja, de KMA wilde graag een portret van onze koning in de Nassauzaal. En daar hangen natuurlijk meer koningen en koninginnen. En er waren een paar kunstenaars geselecteerd. Ze zijn bij mij langs geweest om voor een gesprek en om even te kijken in het atelier wat ik maak en wat mijn schilderstijl is en hoe ik werk. En ja, uiteindelijk hebben ze me laten weten dat ze graag mij het portret zouden willen laten schilderen. En dat vond ik natuurlijk ontzettend leuk. Hè, het is toch een eer om onze koning te mogen portretteren. Wat wij gedaan hebben, wat wij getracht te doen hebben, is de lijst, het lijstwerk en de kroon als het ware aan te laten sluiten op het portret zelf. En zodanig, je kunt dat zien in de Nassauzaal ook, dat heel veel portretten en schilderijen als het ware en lijstwerk, dat soms vaak vechten om aandacht met elkaar. Hier hebben we getracht om één samenwerkend, harmonieus geheel ervan te maken. De opdracht is natuurlijk ook geweest om iets hedendaags te maken. Iets anders dan de stijl die we in deze Nassauzaal hangt. Het moet aansluitend zijn tegelijkertijd op de zaal, op wat hier hangt in de zaal. En tegelijkertijd moet het ook anders zijn en nieuw zijn en heel eigen tijd zijn. Ja, ik schilder altijd graag wat los. Hè? Losser dan wat je hier veel ziet. De realisten die hier hangen, die schilderen heel erg gedetailleerd. Hè? Je ziet elk detail ook op een uniform. En ik ben altijd gewend om iemand neer te zetten waarbij het karakter sterk naar voren komt. En de kleding een bijzaak is. Hè? En in dit geval had het uniform wel een belangrijke rol. Dus dat vond ik wel lastig, want dat is druk, dat uniform, met alle onderscheidingen en patronen. En dat vond ik wel moeilijk om dat zo rustig mogelijk te houden. Ja. Omdat het leuker is, het leeft meer een schilderij als je dat niet helemaal gedetailleerd heel fijn tekent. En dat wil ik altijd vermijden. Dus ik hoop dat dat goed tot z'n recht is gekomen. En ik denk dat daar de lijst van Reinhard heel erg belangrijk is, omdat die ook heel grof en stoer is. En daar ben ik ontzettend blij mee.